zo mooi dit. Giuseppe Verdi, luister. Geweldig. En in Rotterdam zullen de komende weken zal er stevig gezongen worden. Er zullen een aantal hoge C's, hoge E's en nog veel moeilijkere F'en gezongen worden. In volle glorie zal dat klinken in tientallen producties die samen de Rotterdamse opera dagen vormen. Grote opera diva's en jong talent zingen met hart en ziel. En een van die jonge talenten, dat is zanger-acteur Loïc Pieters. Eigenlijk is hij gewoon scholier. En hij speelt de hoofdrol in Mowgli, Jungle Book, kent het wel, van het Hofplein Theater. En het is een jeugdvoorstelling, niet op de melodieën van Disney, maar op de melodieën van Verdi. En ik ga even naar hem toe, ik ga met hem praten, maar ondertussen ga ik nog even... Het is echt top. Nou, daar gaat hij. Tot zo. Jij bent Mowgli? Ja, nou nu niet hoor. Maar straks wel? Straks. Daar gaat het om, hè? Heb je hem ook gezien toen je klein was? Ja, wel eens. Ja. Mooi film, hè? Ja. Wat kan je leren van beren? Ja, het zit er niet in. Zit er niet in? Helaas niet. Oh, mijn lievelingsliedje. Ja. Jammer. Hey. Ja, die is lief, maar de ander niet. Kom maar, kom. Dunja heet ze. Dunja. En die andere heet Daisy? Die is Ali. Ali? En die is een beetje eenkennig. Oké. Okay. Dus beesten heb je wel. Ja, om iets te drinken. Ja, nou, een kopje thee. Lekker. Oké. Okay. Ik heb mijn eigen theebedrijf. Misschien echt waar? Ja. Is dat een grapje of is dat echt waar? Nee, is echt waar. Eigen theebedrijf? En koffie. Mijn vader brandt zelf koffie. In de schuur. En dat is eigenlijk een geheim. Oh, dat is leuk. Dat ga ik meteen ook dan voor televisie... Ik weet niet of hij dat wel wil. Ken je het originele verhaal van... Ik ken alleen de tekenfilm, moet ik zeggen. Oh ja. Nou, er zijn wel een paar verschilletjes. Baloo is bij ons Pim van Alten. Ja. Ook een kind? Of een... Nee, hij is een professionele acteur. Oké. Okay. En nou, misschien wist je het nog niet, maar het is een opera. Dus we gebruiken muziek van Verdi. Dus dat is eigenlijk wel totaal anders. Maar eerst dacht ik ook bij Jungle Book, toen ik dat hoorde en opera, dacht ik dat gaat helemaal niet samen. Nee. Maar dat is juist wel eigenlijk heel mooi. Het verhaal gaat dus over een mensenjoen, Mowgli. Terwijl je doorwerkt, kijk, laat eens naar de gloe. Dat kan niet allemaal tegelijk. Ja. Dus, het verhaal. Een mensenjoen, Mowgli, die leeft in een dorp in de jungle. En op een dag dan loopt hij weg en wordt hij geadopteerd door de wolven. En ja, op het eerste gezicht zijn die wolven van... Het is een mensenkind, maar het hoort niet. Maar toch neemt de moederwolf neemt hem direct op in de familie. En zo leeft hij eigenlijk jarenlang in de jungle. Dat hij voelt zich eigenlijk echt een dier. En dat moest ik me dus ook echt gaan voelen. Gingen we naar Blijdorp. Een rugzakje en aantekeningen maken bij de wolven. En gebruik je daar dingen van in de voorstelling ook? Ja. Nou, er is eigenlijk altijd muziek. En omdat het wordt in het Nederlands gezongen. Dus de teksten, het zijn ja, de liedteksten van Verdi in het Italiaans. Dus we gebruiken stukjes muziek uit La Traviata. Echt dus hele bekende dingen. Ja. Geef eens een voorbeeldje. Questa o quella. Dat Questa o quella. Die is heel bekend. En die is dan naar het Nederlands vertaald. En dat zingt Baloo de Beer. Dat is het openingsnummer. En dan zingt hij over de wetten van de jungle. Hoe de dieren met elkaar leven. En dan stelt hij de jungle voor. Karel Appel. Volgens mij twee maanden heb ik hem laten verlengen. Even luisteren. Ja, over de tweede. Nee.
wil je even voorstellen. Oké. Dit is Jack. Hi, Jack. Dag Carla. Dag Carla. Vraag je niet te veel van hem? Hij moet nog op school. Hij moet nog... En hij moet er ook nog voor betalen. Nee. Hij moet betalen. Ik heb er zelf voor gekozen. Ja, hij heeft zelf voor gekozen. Hij mag ook cursus Batiken gaan volgen. Nee, joh, het is de passie van die kinderen. Die zitten 7 dagen liefst hier. Je ziet het ook. Ze zijn niet vervelend, behalve dat ze met cola over het toneel heen lopen. Nou ja, goed. Oké. Okay. Maar, maar ze krijgen ook succes. Ze krijgen feedback. Ze leren er wat van. Ze durven zich ook beter in deze maatschappij buiten te staan. Eerst dacht ik van, hè, opera, dat is toch allemaal van die mensen die heel overdreven doen en van die uithalen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Je hebt bij Verdi muziek, na een tijdje, het is een beetje cliché, maar dan ga je het wel echt voelen. Je hebt dan die muziek zo vaak gehoord dat je echt precies weet hoe dat allemaal loopt. En je kan het ook helemaal gebruiken in je karakter. Grote voorstelling, er kan niet één Mowgli zijn, er zijn er twee. Ja, dit is mijn dubbel. Rowan. Ja. Dag Rowan. Wat is nou het verschil tussen jullie, wou ik zeggen? Maar ik zie ja, krullen, dingen, donker, blank. Kun je in 3 zinnen zeggen, Mowgli, wat is dat voor iemand? Ja, Mowgli is natuurlijk een mens die opgegroeid is in de jungle en die heeft daardoor een hele andere kijk op de wereld dan een normaal mens. Dus je denkt heel erg in het zwart-wit en je zit heel erg in bepaalde dingen. En langzaam, terwijl het stuk een beetje doorloopt, komt hij er steeds achter dat hij meer in het grijze vlak gaat zitten en dan wordt hij steeds meer mens. Normaal. Dus eerst is hij echt dier, ook qua denken. En dat verandert een stuk. Denk je er wel eens over na, hoe zou het zijn als ik een hond zou zijn? Ja, dat is ook wel mijn uitgangspunt in de voorstelling. Ik probeer me wel inderdaad, het klinkt een beetje gek, maar als ik ze uitlaat, dan kijk ik van hoe reageren ze op andere honden en wat doen ze precies en kan ik dat ook gebruiken. Het is ook wel heel mooi hoe zo'n hondje bij je ligt, hoe die helemaal vertrouwt, hoe die weet van nou... Want een wolf en een hond lijkt natuurlijk best wel op elkaar. Maar? Nou, ik speel namelijk ik hoor bij de wolvenroedel, ja. Dus ik doe alsof ik een wolf ben, maar ik ben dat natuurlijk niet, omdat ik een mensenkind ben. Fysiek, hè? Ja. Lekker? Ik heb ook echt eelt nu op mijn handen. Eens kijken. Hier. Zo, ik ga maar kijken. Hè. En blessures. Precies, van touwen. En je moet er wel wat voor over hebben. Het is heel, ja. Mensen die zeggen van theater is voor watjes. Dat... Nee, dat is niet. Nou, tenminste, deze voorstelling helemaal niet. Nee. Want hoe is dat dan bij jouw voorstelling? Of, Je moet zijn. Shakespeare, onze grote held, die zei to be or not to be. En als je dat goed vertaalt, is het zijn of niet zijn. That's the question. Daar gaat het om. In plaats van dat is de vraag. Maar zijn of niet zijn. Een acteur, als je bent, dan is het mooist. Terwijl als je het bedacht hebt, dan zie je een idee. Je kan heel goed afspreken met de regisseur, dit moeten we doen of dat. En je doet alles prima en het is niks. Je hebt alles gedaan wat ze gezegd heeft. Maar het is net niet gebeurd of zo. Snap je dat? Ja. Mooie bomenlaantjes, mooie lantaarnpalen en deze week hebben we mooie deuren. Ja, ik weet niet of dat hij in de top 5 komt of het is. Thank you.
stad van verlangen. Dat is toch wel een traditie geworden in de operadagen en ook nu weer op de Wilhelmina Pier. Verrassende mini-opera's onder de titel Distant Voices met onder meer Wide World, waarin performer en componist Robin Koops ons meeneemt in de angstaanjagende wereld van George Orwell's 1984. Vorige week was hij al in Moois, onze held Yannick. En die staat ook in de operadagen met zijn Rotterdams Philharmonisch Orkest. En dat is een mini-opera van Maurice Ravel. Gaat over een pesterig jongetje. En die krijgt ruzie met van alles. Met een staartklok, met Chinees servies, met weet ik veel kijken. To me it's very special, not only because it's operadagen and it's a different kind of project here in Rotterdam. Very specific with projects which are not fully staged, but with some visual enhancement with a video and with some puppets. But also live singers, but also it makes a significant thing because we have been doing a lot of Ravel in our years together with the Rotterdam Philharmonic, and this is the arrival point maybe of our Ravel project. En dan nog een Franse titel: Je sens un deuxième cœur. Ik voel een tweede hart. Ja, dat is een heel moeilijk thema. Een vrouw die houdt van een minnaar en van haar man. Ja, kom daar maar eens uit. En ik ben dus de vrouw in het stuk met een tweede hart. De pakkende muziek is van de Finse Kaija Saariaho. Moeilijk uit te spreken. De betovende regie is van Pierre Audi. Dan niet van de auto's, maar van de regie. En dan Wunderbaum Goes Opera. Niet alleen de operawereld, niet alleen de muziektheaterwereld. Niet alleen de theaterfestivalwereld, maar gewoon de wereld aan zich. De verrassende Rotterdamse theatergroep Wunderbaum speelt Het Spookhuis der Geschiedenis. Een tekst van Gerrit-Jan Reinders, geïnspireerd op het beroemde oersombere theaterstuk De Theatermaker van Thomas Bernhard. Twee Sally en twee zangers geven de teutoonse klanken van Richard Wagner gestalte. Het speelt zich af in een echt spookhuis dat op het Schouwburgplein zal verrijzen. Komt u maar. Het is een toneel, we hebben tijd zat. We kunnen ons het allemaal schelen. Dus we kijken ook even bij het acteurscollectief Wunderbaum hoe je met z'n allen een voorstelling maakt zonder een dwingende regisseur. Mogen we binnenkomen? Het is overal waar je komt een puinhoop. Het is hier echt wat chaos, jongens. Ja, het Spookhuis der Geschiedenis gaat over Loets Loets, een theatermaker. Het is geïnspireerd op de theatermaker van Thomas Bernhard. En hij is eigenlijk op tour met zijn spookhuis, met zijn hele familie. En ja, wat hij doet is, hij wil eigenlijk de mensheid erop aanspreken dat griezelen alleen niet meer genoeg is. Dat men gewoon consequenties moet nemen voor de daden. En daardoor ja, laat hij eigenlijk alle verschrikkingen van de 20e eeuw laat hij voorbij komen. Ja, bakken van olifanten. Mijn Franse stagiair, geschoold door Lecoq. De enige theatermaker, voor de rest is alleen maar Cirque du Soleil. Lecoq, opgeleid door Lecoq, de enige theatermaker in Frankrijk. Maar het eigentijds operapubliek zijn net peuters. Kunt u gerust opschrijven. Eigentijds operapubliek. Dit zijn natuurlijk klassiekers die je toch ook moet gebruiken. Ja. Ja. Jij speelt de hoofdrol. Ja. Jij bent degene die de lul is. De theatermaker. Nou, wat goed is dus, want ik speel dus iets van zes, Pim Fortuyn, Steve Jobs, een skelet, Theo van Gogh ook, Jezus Christus zelf,
uiteindelijk ook nog Tristan en Isolde. Zij speelt eigenlijk een soort van 10 rollen door elkaar die hij zelf regisseert. En daartussendoor zitten dus allemaal een soort van spookhuis-acts. Maar ik heb ook gewoon de hulp van nog steeds van dit soort apparaten. Dat is gewoon heel goed dat je gewoon... Op het moment dat ik er niet meer uitkom, hebben we de sound effects. De open kist. Dus er zit ook veel kermis in. Spookhuis, echt. Ja, precies, spookhuis. Ja. Ja. Totaal onverstaanbaar. Geen enkele coherentie. Fnuikend gebrek aan talent. Joachim. Mijn zoon. Kunt u gerust opschrijven. Waar waren we gebleven? Ja, ja, inderdaad. De structuur van mijn spookhuis der geschiedenis. Mijn spookhuis der geschiedenis was dus een statiedrama. Zoals de Duitsers. Duitsers kunnen het zo mooi zeggen. En ik vind het echt super dat het echt is gelukt om een heel spookhuis op Schouwburgplein te zetten. Ja, daar ben ik echt heel blij om. Dat is leuker dan... weer een stap verder in ja, de nou, dat is wel echt wat we wel vaak willen. Dat je niet je terugtrekt in een theaterzaal, maar dat je echt midden op het Schouwburgplein met zo'n groot ding staat. Ja, dat is echt super dat is gelukt. Wordt het ook volkskunst? Daar gaat het in ieder geval wel over. Dus hij gebruikt het volksmedium, namelijk het spookhuis. Maar het is wel met Wagner-muziek. Hij heeft wel een soort verheven boodschap. Het is heel erg een mix van die twee dingen eigenlijk. De koning grüßt ihn als gutes Zeichen. Als über sieht, kreist er der Spaß. Maar wij zitten nu bij zo'n bespreking, want je hebt een doorloop gehad of zo. Nee, die gaan we zo doen. Maar het is niet een democratisch geheel, maar het is wel een collectief. Ja, zeker. Ja. Hoe is dat? Chaotisch, maar heel fijn. Nou ja, op de een of andere manier hebben we daar wel in de jaren wel een soort organische manier voor gevonden. Iedereen roept gewoon eigenlijk van alles en uiteindelijk komt daar altijd wel één ding uit. Of zo regisseren we ook, zo werken we ook gewoon op de vloer. Kut, ik ben het ook vergeten te zeggen bij het Vierde Wandtoneel. Dat zeg ik nog bij Ervaringstheater. Ja. Net als dat Vierde Wandtoneel. Maar nu dan ga ik er zo. Daar toch een goede midden in. Het begint daar aan die tafel. Nee, maar... Direct dat soms open dan dit. Ja, maar dat kan alleen is de motor om dat te doen. Omdat het eigenlijk een repetitie is. Er zit niemand. Omdat het daarover gaat. Ja. Nee, dat is onzin natuurlijk. Ze is helemaal niet een theater iemand. Ze snapt helemaal niet als hij zegt Ervaringstheater, heeft hij nooit van gehoord. Nee, zeker. Ik heb het gewoon aangehaald. Oh, zielig. Lot, heb jij nog een andere onderbroek die ik halverwege aan kan doen? Ja, die tafel achter de... Want je onderbroek is niet goed. Of is het opera? Ja, het is ook wel echt opera, vind ik. Ook wel in de grootsheid van de beelden, of het is ook wel echt best wel symbolisch. Maar goed, de arrangementen wat ze hebben gemaakt is wel... Voor de Wagner-kenners zal het wel een soort dolk in het hart zijn, denk ik. Want okay. Het is wel maar hoe is voor heel de... extreem. Met Tristan! Tristan zingt niet. Glimlach, dwaas glimlach, verdwaasd glimlach. Niet zingen. Hij zingt. Je moet aanvoelen dat je nu niet kan gaan zingen. Moet je voelen. Je gaat nu toch iets zingen.